Ja, misschien is het gewoon, zeg maar ja. Rukken, is ook, rukken en porno kijken is ook niet hetzelfde als zeg maar echt seks hebben, maar ja. Toch doe ik het 4 keer per dag. Hoi, mijn naam is Bokusam. Artiest, vader, barbecuer, levensgenieter, praatjesmaker en dit is mijn Vice interview. Als nu Purge opeens komt, dan schuil ik, denk ik, bij Jonna, man. Jonna Vreese. Zou je goed zijn in Expeditie Robinson? Ik denk dat ik zeg maar, het, gewoon zal, het overleven zeg maar, wel zal kunnen. Alleen ik weet niet, zeg maar, ik hoor ook van er zijn ratten daar in de nacht en zo. Ik zeg maar, ik kan niet tegen ratten en muizen zo, die dan over je tenen zo lopen. Dat zou ik niet kunnen, man. Maar ik denk wel dat ik dus gewoon misschien om gewoon het kunnen surviven, gewoon een halve kilo hash gewoon zou chappen als bolletje, zeg maar. En dan gewoon op een gegeven moment gewoon in het water zou poepen en dan zeggen, huh? Ik heb allemaal hash gevonden. En dan gewoon alle dagen gewoon smoken. En dan zou ik het wel volhouden. En dan zou ik ook chill tegen iedereen kunnen doen. Ik een docent heb die mij heeft getekend voor het leven. Ik weet niet of het me echt getekend heeft voor het leven, maar ik heb er wel wat uit kunnen leren. Hij was wiskundeleraar, hij was ook best wel jong. Hij zag er altijd goed uit. Hij was ook slim, slimme guy. Maar hij had ook een kapperszaak. En in die kapperszaak verkocht hij ook nepkleding. Dat is gewoon koude hart. Hij was gewoon op zijn hossel, zeg maar. Zelf ook al was hij meester, hij was gewoon nog steeds op zijn hossel. Hij ging ook gewoon nepkleding aan ons verkopen, wetend dat het nep was. Zo van, ja, je hebt misschien één ding waar je dan een soort van opleiding voor hebt gedaan of waar je zo van heel hard voor hebt gewerkt, maar je kan ook nog steeds heel veel andere dingen doen daarnaast, zeg maar, naast je soort van regular job of zo. Als je hem zou zien op straat, zou je nooit denken van hij is een wiskundeleraar. En dan had ik meteen al een soort van vooroordeel ook zelf over hem gevraagd, hoe kan jij nou wiskundeleraar zijn? Hoe kan je ons dingen uitleggen? Maar hij kon het juist aan ons kapot goed uitleggen, omdat we een soort van met hem konden relaten. Shout-out naar die meester van het Kallang Lyceum. Het was wel hard wat je deed, los van dat je kinderen oplichtte met nepkleding. Maar het was wel hard dat je toen ook andere meesters had opgelicht. Dat we hem toen konden pesten met dat hij neppe Discord schoenen had. Dat was leuk. Zou ik seks hebben met een robot? Ja. Tuurlijk. Bring me that robot ass. Tuurlijk, we proberen. Robot kutje. Lekker kutje. Ja, misschien is het gewoon, zeg maar ja. Rukken en porno kijken is ook niet hetzelfde als zeg maar echt seks hebben, maar ja. Toch doe ik het 4 keer per dag. Dat ik hard moet werken, man. Je moet gewoon iets doen en niet per se iets wat misschien heel veel geld oplevert of zo. Maar zolang je gewoon maar een soort van doel in life hebt en je bent gewoon bezig, dan zijn we gewoon trots op je, zeg maar. Dat is wel een dingetje wat ze allebei wel echt heel belangrijk vonden. Ik ben voornamelijk opgevoed door mijn moeder. En mijn vader die was er ook wel, maar niet zo erg als mijn moeder. Mijn moeder was wel echt de ouder die er echt voor me was. Toen ik 14 was, vond ze ook meteen van, oké, ja, nou, nu moet je gewoon maar gewoon een bijbaantje gaan zoeken, want je moet gewoon zelf geld gaan verdienen. Mijn moeder die zei gewoon altijd gewoon van, ja, al helemaal als zwarte man zijn in deze maatschappij moet je gewoon altijd wat harder werken. Mijn moeder is gewoon Nederlands, maar ze leerde me dat wel al vanaf jongs af aan. Gewoon van, je moet altijd je beste beetje voor hebben en gewoon knallen in life. Ja, het is soms moeilijk toch, want ik probeer ook altijd gewoon de fun parent te zijn en ik probeer altijd heel veel leuke dingen met hem te doen. Maar wanneer is gewoon iets van, nu is het klaar, dan moet je ook gewoon luisteren, anders ben je gewoon, fire. En mijn moeder was echt heel streng, echt heel streng. En dus, ik ben niet zo streng als zij was, maar ik ben wel wat strenger dan ik misschien vroeger had gedacht dat ik zou zijn als ouder. Maar er moet af en toe wel gewoon een grens tussen zijn van, oké, dit is mijn grens en nu daar moet je niet overheen gaan. En anders krijgt hij wel echt straf. Hij heeft nu straf. Hij mag een week niet op de tablets. Ik moet hem nu dus 3 dagen in de week, moet ik hem zeg maar thuisschool geven. Hij had gewoon opdrachten soort van heel snel gedaan, omdat hij dan maar kon spelen. En dat was al de 2e keer. Maar hij is ook wel weer eerlijk in. Mijn moeder heeft zeg maar een vriend en die wou zijn telefoon aan hem geven. Van hier, je mag een spelletje spelen. En toen zei hij zelf, nee dat mag ik niet, want ik heb straf van mijn vader. En bijna dacht ik meteen van, oké, skip de hele straf ook zeg maar. Dit is te lief, maar dan moet toch nog even sterk blijven. Heb ik ooit gehaald bij een film? Volgens mij niet, man. Nee? Is toch allemaal nep, G? Moet niet huilen. Wel, een film misschien. Maar ik denk misschien doe de 360.
met Dino Pietermaar die ik ooit had gemaakt. Ik vind het echt een neppe track, man. Ik vind ook alles eraan nep, zeg maar. Niet alles eraan, want zeg maar, het was wel voor een goed doel. Voor een fonds dat kinderen die niet genoeg geld hadden om te sporten, die konden dan daar bij dat fonds zich aanmelden. En dan kregen ze dan geld voor om te gaan voetballen of whatever. Maar het doel was heel leuk, maar gewoon de uitvoering ervan vond ik niet hard. En het nummer vond ik niet hard. En ik vond het dansje erbij niet hard. Echt wack, man. En het kreeg ook lijf veel aandacht. En toen besefte ik ook van, ik heb nog nooit zoveel aandacht gekregen. En dit is misschien de nepste shit die ik ooit heb gedaan. Dat is wel echt dat was een gekke anticlimax. Ik dacht van, shit.